We hebben weer een vuurtje. Iemand vroeg, val je nou heel erg af van die yoga teacher training omdat je zo weinig eet en zoveel traint? Ik val wel ietsjes af, maar yoga is niet echt de meest intensieve training. En te weinig eten zorgt er juist voor dat je lichaam in een spaarstand staat. Ik weet dat als ik dit een maand lang met krachttraining zou doen, dat ik echt een sixpack zou hebben. Maar dat heb ik nu niet. Ik moet zeggen, een dag niet eten geeft je hoofd wel echt zoveel rust. Meditatie, ja, ik ga niet zeggen dat de perfect meditation ever was, maar het was wel echt een stuk rustiger dan de afgelopen week. Ik word net helemaal duizelig. Ging ik al de best trainen op een maag die 36 uur geen eten heeft gehad. Bikkel. Roberto is gewoon hele les aan het doen. Hallo. Ik ga maar gewoon in de les liggen, want ik ben zo duizelig. En we krijgen hierna pas eten. Ik had ook geen zin om te liggen, dus ik ben Aji aan het helpen. De vrouw van Saji. Kijk, ze is putu aan het maken. En dat doe je dus met dit ding. En dan zit de putu in en het wordt helemaal gestoomd. Nog 10 minuten tot het eten. Rennen naar het eten. Rennen naar het eten. Snel, snel, snel. Food. Luna, how happy are you to eat again? Slowly, slowly. Beste ananas ooit. Oké, ik kom er een beetje op terug. Want ik heb gemerkt dat het vaste je echt heel veel rust in je hoofd geeft. Omdat je gewoon niet al te veel over eten hoeft na te denken. Het is echt niet zo erg. Ik heb bijna geen honger gehad. Het leert je zo'n nederigheid. Dit is de eerste dag in mijn leven dat ik geen maaltijd heb gegeten. Oh ja, trouwens, terwijl hun zeg maar de asanas aan het doen waren, toen was ik dus de hele tijd aan het fantaseren over cheesecake. Ik dacht, het eerste wat ik ga doen als ik zo meteen pauze heb, is cheesecake halen. En ik had het al opgegeven, want het was gewoon puur honger die aan het praten was. En net, hoor Saji, wat zijn je plannen voor vandaag? Dus ik zo, oh, ik ga nu gewoon naar mijn kamer toe en ik ga een video editen. Zag je hem echt zo lachen. Ik zei het toch, hij kan volgens mij echt heel goed mensen lezen. Wow, holy schnitzel, wat is dit? Een rijdende radio ofzo. Moet je eens voorstellen dat dit gewoon 's ochtends bij je voor de deur staat? Ik ga iets doen wat ik eigenlijk niet moet doen, namelijk kijken of ik chocola kan halen. Nou ja, en als ik het vind, dan ga ik het ook halen. Dat is een heel slecht idee. Om twee redenen. De belangrijkste reden, ze hebben hier geen koelkasten. Want de stroom valt heel vaak uit. Dus het heeft niet zo heel erg veel nut om een koelkast te hebben. En twee, waarschijnlijk zie je dan ergens deze week weer een drama-Eve. Aangezien ik weer een soort van ego-bashing shizzle extra ga krijgen van Saji. Maar hey, hashtag badass. Steek je duimpje omhoog als je iets expres gaat doen wanneer iemand zegt dat je het niet moet doen. Oké, ik heb dit gehaald. Een soort van chocoladekoekjes en chips. Chocoladekoekjes, aangezien ik dan wel zeg maar de smaak van chocola krijg. Maar ik hoop dat deze dan niet echt gesmolten zijn ofzo. Ik zag de Galaxy Bar en die was echt gewoon plat omdat die zo gesmolten was. Oh nee, ik heb spicy chips gehaald. Ik moet echt minder spicy gaan eten. Daarvan geloof ik echt wel dat mijn lichaam op hol slaat. Maar ik heb gewoon de verkeerde gepakt. Ach ja, wat te doen. Het is ook niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Kijk nou wat een schattig chocoladekoekje. Ik moet nog een Indian Snacks proefvideo opnemen, maar ik heb er oprecht geen tijd voor gehad. En ook met het gezeur wat je wel niet mag eten, bla bla bla, dacht ik, nou, ik wacht wel even. Dan kan ik er volledig van genieten. Maar chocoladekoekje. Vet lekker. 5 minuten later. May Saji have mercy on me. Mag ik heel even iets schokkends zeggen? Ik ben wel een beetje klaar met yoga. Ik heb mijn India yoga experience wel binnen. En op zich voor nu ook wel geleerd wat ik voor nu wilde leren. Al die andere stappen waar ik nog niet aan toe ben, ja, die kunnen wat mij betreft wel wachten. Dus ja, nog even de laatste loodjes. En dat geldt ook voor dit huisje. Kijk nou, hij is bijna af. Ik wist oprecht niet dat we in Nederland ook nog met de hand metselen. You go girls! We zijn nu deze headstand aan het oefenen. Waarbij je dus je armen moet draaien. Yep, eentje. Dat heb ik dus net ook gedaan. Alleen toen had ik de camera niet aanstaan. 2. Kijk, dus zo had ik het net ook gedaan. Kijken. Jammer dat hij het bij mij als eerste zeg maar voordeed. Take over time. Yes.
En dan de andere. Oké, neck is oké. The side of the thighs. Up. Dit had ik dus net ook gedaan. Yep. En als je dan zo staat met twee armen naast je en alleen leunend op je nek, is best wel crazy. Ook nog steeds aan het oefenen voor de lotus. Mijn rechterbeen wil niet naar beneden komen, omdat het hier bij mij heel stijf is, bij mijn heup. Met mijn linkerbeen kom ik helemaal naar beneden, maar deze is nog heel erg stijf. Zo oefen je dus voor de lotus. Been recht en kruisen over je dij. Oh ja, yeah, een soort van gebakken rijst, maar dan van puttu, gewone rijst, pannenkoeken. Oh, ik had hier gewoon op gehoopt. Kikkererwten, bietjes en weer kiemen. Wie van jullie heeft wel eens een couchsurfen gehad? Of wel eens couchsurfen gedaan? Ik heb nog nooit gedaan en dit wordt mijn eerste keer. Ik heb er heel, heel, heel veel zin in. En dit is oprecht gewoon dat ze het heel mooi vinden. Vanuit alle bewondering.